Het volgende wat we laten zien is de Lutine, een Engels fregat wat in een zware storm in het jaar 1799 met mannenmuis is vergaan voor de kust van het Waddeneiland Terschelling. De Lutine is beladen met goud en zilver. Dat was bedoeld om een bankencrisis in het noorden van Duitsland, in Hamburg, om die te voorkomen. Dit bijzonder mooie model van de Lutine hebben we in bruikleen van de gemeente Terschelling. Of die bankencrisis ooit bezworen is, dat weten we niet, want het schip is met goud en zilver gezonken voor de kust van Terschelling.